Heb je hem gekregen voor je Sweet 16? Ja, toevallig wel. Toevallig wel. Is een bierofilie hier. Pas op, listen. Pas op. Rij elkaar niet aan. Nieuws. Ja, we zijn hier in het Gooi en daar worden steeds vaker biro's als Sweet 16 cadeaus gegeven. Vroeger gewoon een invalide wagentje. Inmiddels een soort kakkerkant, hè. Kijk, hier staan ze. Ze zijn er genoeg. Oh, en kijk, daar komen er weer nieuwe aan. Van waar deze ongelofelijke hype? Wat is er zo mooi aan zo'n biro? Ja, het is gewoon gemak. Het is gewoon heel fijn. Ja, want ik dacht eigenlijk dat het altijd Vespa's waren. Ja, eerst wel ja. Maar ja, dit is gewoon veel makkelijker. Want als het regent, dan zit je wel droog. Ja. En in de zomer kan je ook nog de deurtjes eruit doen. Maar ik dacht eigenlijk dat een Vespa al een beetje het nieuwe... Nee, scooter gevaarlijk. Scooter is gevaarlijk? Ja, dit is een stuk veiliger. Ja, ja. Wat is dit nou weer voor een type biro? Het is een Twizy. Het is een Twizy? Ja. Mijn vader wil me eigenlijk niet op een scooter laten rijden, omdat hij bang is dat ik val. Het zijn prachtige dingen, maar het gekke is een beetje, ja, op zo'n leeftijd tussen je 16 en 18 verdien je zo'n €50 per dag. En dan moet je hier eigenlijk 400 dagen achter elkaar voor werken. Nou, dat is nauwelijks te combineren met een schoolbaan, lijkt me. Ik vind het heel knap. Want hij is van jou? Ja. En dat was niet, want dat hoor je ook steeds vaker, een Sweet 16 cadeau. Misschien. Ik ga daar geen uitspraak over doen. Heb je hem gekregen voor je Sweet 16? Ja, toevallig wel. Toevallig wel. Echt? Ja. Ik werk er wel voor. Voor deze bureau? Ja, ja, ja. Want ik betaal het gewoon terug aan mijn ouders. Dat zegt ze allemaal. Niet zo lachen. Het is waar. Is dit een cadeautje als je 16 wordt? Is dat normaal hier in het Gooi? Nou, voor sommige mensen wel, ja. Ja. Je hebt hier ook twee sportversies staan. Met een mooie snelle motorkap. Eigenlijk die biro's zijn nog niet eens eigenlijk het echte... Ja, is eigenlijk voor de paupers. Als je een echte wil, dan moet je of de sportversie... Zo'n bureautje, dat kan iedereen betalen natuurlijk. Kijk jongens, er is een bureaufilie hier. Pas op, listen. Pas op. Rij elkaar niet aan. Ja, en mocht een bureau niet genoeg zijn, heb je ook van die kleine mini-SUV'tjes al. Een soort voorloper van de Range Rover. En deze is alvast helemaal ingelegd met Swarovski-steentjes. Zodat je gewoon heerlijk ja, echt kan glitteren en glamouren hier door het Gooi. Is deze glitter SUV van jou? Ja. Waarom geen biro? Ja, dat weet ik niet. Die hebben mijn ouders uitgezocht. Want die hebben je ouders uitgezocht, maar van wie is die? Van mij. Toch wel, ja, hè? Toch wel. Ik neem aan, het zal wel een Sweet 16 cadeau zijn. Ja. Weet je, wat een speelgoedwagentje zeg. Zo. En wat krijg je dan op je 18e? Wel een echte Range? Nee. Zeker? Nee. Gewoon nog hierin dan hoor. Jezus, ook zo bescheiden gebleven. Ja. En het is dus heel veilig hierin, hè? Ja, ja. Eigenlijk gordeltje om, hè? Oh, ja. Belangrijk. Gordeltje om, ja. Zo. Helemaal goed. Okay, zo. Kijk zo. En had je dit echt aan je ouders gevraagd of kwamen zij hiermee? Nou, eigenlijk kwamen zij hiermee. Jij hoeft het niet eens. Nee. Even lekker optrekken ook, hoor. Oh. Oh, ja. Dat ding gaat ook nog best wel lekker hard. Ja, toch? Zo word je goed klaargestoomd voor een Range Rover. Wat wil je laten rijden? Ook een Range? Ja, eigenlijk wel. Hierna wel? Ja. Maar ga ik zelf betalen? Ja, die wel, hè? En wat ga je nu doen? Naar de car wash. Hij is niet schoon. Hij is een beetje vies. Kijk maar aan die kant. Die kant is helemaal vies. Nou, dames. Heel veel plezier bij de car wash dan in ieder geval. Hallo, nog geen subscriber? Wel even doen hè? En volg ons ook vooral op Instagram en TikTok. Gewoon door onder deze video te klikken. En oh ja, voordat ik het vergeet, betalende leden blijven ook keihard nodig. Knipoog.